project om jongeren, jeugd van jullie leeftijd dus te laten merken van wat ligt er nou zo al op de grond in je eigen omgeving. En de bedoeling is dat je dan ook een keer nadenkt over hoe is dat daar terecht gekomen? Hoe is die emmer verf of die pot aangebroken verf? Hoe is die nou precies?